het ook super tof. Komt goed. Een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze nieuwe weekvlog. Mijn naam is Steven, 26 jaar, dat zeg ik echt veel. Ik wil vandaag erop wijzen dat het alweer 6:30 is. Het is trouwens de 19e vandaag. Ja, 19 juni 2021. Ik heb groot nieuws. Ik heb daar een liefdalige, ik wil een hele aardige collega. Ken ik al een hele poos. Zo ga ik nog eens zeggen. Nee, ik zal het toch anders zeggen. Ze gaat verhuizen. Maar ze blijft wel hier werken. Niet waar. Ga je weg hier? Nee, grapje. Ik moet aan de kijken. Als je op beeld, dan zeg je het maar, hè? Nee. Maar, ik ben niet zo, nee. Maar mensen zien alleen mij in de vlog. Maar lieve mensen. Zoals je... Oké, even concentreren. Ik heb hier cola. Ik heb gisteren een Gio alleen gekeken. Ik heb een vakantie voor Gio gekeken met ons zwembad en als ze bijna een huisje waren, was dat grappig. En wat nog meer? Wat heb je gisteren nog meer gedaan? Jullie, het is misschien opgevallen, ik heb niet gevlogd gisteravond. Telefoon was uit, lag een oplaad in de woonkamer. Maar ik heb een hele leuke avond gehad. Ik ben hyper de pieper, omdat het mooi weer is. Serieus. Ik heb dus, 8:15 moest ik van de Tartos naar de... Dat werkt, maar ik moet kort aan de fiets zitten. Dus op een gegeven moment, zat ik op de fiets. Ik heb gezeten, ik ben nat van het zweet, kom ik hier aan. Dus ik denk heel sneaky, of heel slim. Ik leg mijn telefoon klaar, doe mijn schoenen aan. En ik laat niks merken. Dat ik te laat ben. En wat? Leuk, oké, goed. Maar lieve mensen. Jullie weten allemaal dat het nu juni is. En dat nog 5 weken duurt voor ik op test zit. Wat wil ik dus zeggen? Nee, dat knept hij er gewoon. Oh shit. Sorry, maar ik kan beeld, sorry. Hey Bino, kom eens even hier. Weet je, ik irriteer aan een puistje bij mijn snor. Misschien valt het op, ik heb een sportshirt aan. Dat zal ik het wel kort zo vertellen. Ja, die heb ik van, hou je mond. Die heb ik van een jongen van de trap gekregen. Nee, kan dat, is gratis. En ik denk dat ik even een beetje moet afronden, want hoe laat is het? Het is 10:55, ik moet zo beginnen. Eén collega is niet, is een tatoeage laten zetten. Waarom laat ik nou mijn arm zien? Heel graag. Ik klik en volg het gelijk. Dat wil ik zeggen. Gistermiddag hebben we dus, wat hebben we gistermiddag gedaan? Niks. Bier drinken, kutroep. Niet hè? Oh nee. Het autisten bij me begint weer. Ik zal wat positiefs vertellen. En die collega moet even rust laten. We hebben gisteravond gegeten met de Tartos, zoals jullie hebben gezien. Wat jullie gaan zien in deze weekvlog? Het wordt een hele leuke weekvlog, dat zal ik je vast zeggen. Mijn broer komt donderdagavond, komt hij veel van FIFA spelen. Maar er komt ook een gamevlog van mij en Valentijn aan. Super tof, heel veel zin in. Ik ga de aannemersbedrijf een bloemetje brengen. Ik heb geen broodbaan, dus ik ga ze lekker vanmiddag lunchen de groep. En wat ik vanmiddag wel even moet doen, ja lieve mensen, ik moet mijn kamer schoonmaken. En mijn contactpersoon komt, maar ik heb iets niet zo handigs gedaan. Ik heb vannacht namelijk gesproken. Moet je niet doen, straks moet je slapen. Dus de begeleiding zag me lopen, dus ik rende naar boven. Met mijn blote voeten, echt heel dom, en een t-shirt, echt heel super dom. Ging ik naar mijn kamer, dus ik zet de Xbox aan. Ik zeg geen vlog kijken, dus ik zet Gio aan. Gaat deze meneer even tot 4 uur opblijven. En dan moet hij weer om... Waarom stuur jij mij een... Is dat een telegram of een sms'je? Sms. Waarom? Dan kost je geld. Hé, maar stil eens. Hoor je dat? Schrik! Ik heb oh. 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 Oké. Leed het of zo? Ja, je jas weer buiten, Lara. Rennen, joh. Goed, lieve mensen. Ik zie jullie vanmiddag weer. Ik ga wel even naar het werk of lekker douchen, dat moet ook gebeuren. Hoe gaat ie? Je bent echt moe, hè? Ja. Mag even, als het echt niet gaat. Kijk, moet in deze tijd, het is momenteel een hele moeilijke tijd, moet jij voor elkaar zijn. Ik heb gisteren niet zo aardig gedaan tegen huisgenoten en ook niet tegen mij. Maar maakt hem niet uit, dan houden we lekker positief. Dus we gaan lekker beginnen zometeen en ik zie je straks. Ja. Trouwens, het is nu... 10:45 en het is heel rustig met niks. Ik zal het laten zien. Zeg hier. Hier zitten de mensen. Mooie koekjes, je mag het om. Super tof. Hè? Ja, het regent ja. Ja, hey, maar ze mag je niet zeggen, hè? Wel. Oh ja, dan moet dat. Appels nog uit bij de konijnen aan de kant. Ja, dat is echt niet uit te voeren. Is goed. Kom maar aan. En dan
ik even wat positiefs vertellen? Ik wil even naar je toe hoor. Jij hebt je hebt de week achterop zitten of niet? Je bent aan het vloggen. Oh ja. Het gaat momenteel heel goed aan mij. Het gaat beter dan eerst. Nu is het depressief als eerst. Ben je in de vlog komen of niet? Wat? Ben je in de vlog komen? Oké, is goed. Nou, dit is Mark, Obrink, vertel het over jezelf. Wat is jouw hovenieren? Jij kent de Abels wel, die keer wel hè? Ja. Ja, ik ga stoppen met echt roken. Ik ga voor het aan nep roken. Maar jij werkt dus bij de gemeente hè? Ja, ben netjes, cool, hartstikke leuk. Mooi, mooi. En ik doe van alles, schoffelen, harken. Nice. Bosmaaien, heggenschaar, blazen. Ja. Deze jongen ken ik ook. Ja, ik heb een seroloog gewoon. Dylan kent hij ook. Ja, ja. Oh, niet zo hard slaan. Hij heeft er nou al last van. Mag dit in de vlog of moeten we dit kutten? Mag dat? Ja. Ik heb nu een statief kijken met de afstandsbediening. Oh, ja. Hè? Hey, rust gaan. Oké. En waar zijn je collega's? Ik ben de gemeente Wageningen helemaal top. Ja, waar zijn je collega's? Oh, die zijn naar huis. Ik ben de boer nog even aan het afsluiten. Nou, succes erbij, hè. Oh, oké. Hey, rust gaan, hè. Hey, ik zie je snel weer, hè. Ja. Yo, yo. Veel goed aan de abels doen, ja? Yo. Ik ga die gewoon verhuizen. Ze is een paar dagen niet. Gezellig. Yo. We mogen wel een dag werken. We hebben de avond nog, hè. Het is al lang geen 7 uur, dus we gaan lekker een goede avond maken. Nou, deze week voor het vak is het heel zin in, als we geen kans hebben. Daar komt Jet aan fietsen. Hele mooie schoenen, van Mike Dick Johnson, weet je. Ja, het is een beetje druk hier bij de stoplichten. Maar maakt niet uit. Gewoon nog kan. Ja. Hey, ook goed. Hey! Even een stukje bij de stad, kijk, auto's. Hele nette jongen in het pak, hij is heel net. Netter dan mij. Nog meer. Nou, kom, stel weg, dan gaan we groen. We moeten dan nu wachten. Ja, die meneer fietst wel door. Die staat gewoon aan voor het stoplicht. Alsof het nog niet groen is. Sowieso. En het is groen, top. Hey, sorry, ik weet niet wie je bent. Wie ben je? Arend! Hey, Arend van Voetbal! Yo, hey, toch wel. Wat gezellig! Tjonge jongen, wat verdikke man. Ik geef gewoon bijna een voetballer gedachte, zeg. Wat erg. Arend! Wageningen is voetballer van de sportsclub waar we voetballen kennen gewoon. Ik heb er al maanden niet meer voetbal. Ik moet een nodige voetballen. Ik zeg helemaal leuze latje. Ik kom helemaal worden. Deze is saai joh. Hij is boven de vrouw of zo. Hey, Nederland ligt eruit hè? Nederland ligt eruit hè? Nederland ligt eruit hè? Ja jammer, van wie ben je nu dan? Denemarken. Dit kanaal is Stefan Beatbox. Stefan Beatbox. Stefan Beatbox. Dat is het YouTube-kanaal. Ja, ik heb YouTube-kanaal. Nee, ik vlog. Ik doe TikTok, Instagram. Ja? Oké. Okay. Ja, ik wil geen voetbal kijken. Veel plezier, hè? Dus gaan. Yo. Mooi bus. Mooi ding. Oh, het zijn toch iedereen gezellig en leuk. Dank je. Super tof. Dus Wageningen is super tof. Bijna super tof. Middag denk ik of niet? Ja, middag. Het is nu al 6. Lekker eten. Jojo. Een hele goede morgen allemaal. Hartelijk welkom terug op deze nieuwe week van mijn kanaal. Het is 7:30. Ik ben erg warm van sorry. Ja, vanochtend was het een beetje laat getrokken. Het is een vriesleutel erbij. 18 in taal. Lekker makkelijk allemaal. En wel echt wel fijn. Maar goed, ik heb een hele lieve pakje. Anders heb ik nootjes gehad van een jochie die aan het snoepen. En wat ik bij hem heb, ik heb... Mag goed mijn aandacht voor. Oké, Robin. Ja, ik ken mijn YouTube, oké, maar goed.
Zoals jullie zien, zijn we zien deze week, vroeger komt mijn broer deze week. Hij komt morgenavond. Ze hebben ook gelijk dat ze allemaal Rob Quint moeten volgen. Hè? Rob Quint. Met een betrouwbare bron te horen dat ze Rob Quint moeten volgen. En ik heb het jou maar... Ik ga even wachten. Zou je niet in beeld zetten, of Geert is het naast jou, maar... Vertel maar, dan... Staat het niet op, hè? Nee. En volg ook heel even kralen verkopen 03 op TikTok. Nog een keer? Kralen verkopen 03 op TikTok, zeg maar. Kralen verkopen 03 op TikTok, oké. Okay. Even mij volgen. Zal eens kijken, ja. Nog heel veel mensen volgen, maar komt goed. Het is in ieder geval woensdag vandaag. Het is echt niks aan buiten. Helemaal stromende regen natuurlijk, fiets waar de oortjes niet meewerken. Bluetooth-telefoon moet ook nog even doen, maar goed, allemaal wel erg positief houden allemaal. Ik heb leuke avond gisteren gehad. Nou, ook leuke avond voor de boeg. Ik heb weer kleine ogen, maar niet uit. Ik was redelijk op tijd en straks een boodschap halen bij mijn moeder. Ik heb en zo'n Don gekeken, dat was ook superleuk. Met Gio gekeken. Ik had een ongeluk gehad of een van zijn maatjes van Gio had iets met zijn arm gebroken. En ja, Enzo was er. Hij was weer eens kwijt, dus het ging supergoed. Ik ben een beetje schoon, maar ik heb gisteren aan de hoedavond gehad. Maar ja, oh ja. Wil je me even ergens mee helpen? Zal ik jou goed nieuws vertellen? Ik ben gestopt met roken. Echt roken, hè? Ik ga voortaan net roken. Ook even zeggen. Roken. Nee. Waarom niet? Ik moet wat te doen hebben in pauze. Wil ik daar nut van als ik vraag wat... mag? Dus dan krijg ik het alleen maar op een lijster en op een papiertje. Ik moet wat te doen hebben in pauze. In de kaas gegeten. Ken je van die dagen dat het woensdag is en je hebt heel veel te eten bij je? Ik zag dat ze dan nu zit vlog per de rij. En zij maakt ook even een TikTok voor al mijn verhalen voor kralen verkopen en 0-1. Is het positief? Ik ben permanent geband. Wacht even. Maak TikTok. Ja. En zit daar in kralen verkopen, je moet kralen verkopen en 0-3 even volgen. Zo, het is nog in ieder geval 11:30. Laten we wel beginnen. Ik moet nog mijn ronde afmaken. Hè? Kom maar aan. Yo. Hi, joh. Allemaal. Goedemiddag, lieve mensen. Hartelijk welkom bij deze nieuwe week. Sorry. Nou, geslapen heb. Oh, ik heb echt lang geslapen. Waarom knip je dat eruit? Gewoon het kan. En een counter pound. Counter Pouter, dit is hem voor je Pouter heet dat. Zal ik je wel vertellen? Ik ga droog worden voor de zomer, hè? Wat? Ik ga droog worden voor en de zomer. En wat wil je? Milkshake? Banaan. Je gelooft mij niet, ja, hè? Die... Dat is niet doen, hè? Nee, zo kan nee, niet dat nee. Ik heb hem vast. Oh, ik heb spier bij mijn arm, man. Ik heb vanaf deze arm geslapen. Ik zal nog een keer bellen. Ga nog een keer bellen, Robin, hè? Tot hij niet goed is, is toch wel? Ja, hij zoekt ook de dingen. Het is 5-1, mensen. Laat het doen. Ik ben dus alvast naar Oosthuizen. 5 minuten! Ik herhaal 5 minuten! Maar we moeten naar Oosthuizen, dan weer terug hierheen rijden. Of ze gaan bij Hiet gaan halen! Ze gaan bij Hiet. Ik zweer, ik heb gestuurd. Dus je moet gewoon worden. Ik herhaal aan de spuit. Ja, goeie. Superlekker. Jojo. Toppie. Hey, goedemiddag. Sorry dat ik even nu zo moet filmen. Ik ben de stativeer vergeten. Ik ben de limonade vergeten. En ik moet zelfs een brood vergeten. En de noedels. Maar ja. De worst. Heel lekker. Heel veel zin in. En dat is dat. Het is heel rustig hier op de kantine. Ik zie je later. Jojo. Het is nu trouwens 12 uur. Do 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 do
wel. Maar ik heb ook een ander nieuws. Het is namelijk 2 juli. Volgens mij gaan de wet veranderen, geloof ik. Ik wil echt veel te veel. Mensen, ik ga lekker naar pauze. Want ik heb nog 2 appels, 2 peren. En een pakje drinken, dus dat moet ik even doen. Joe! Staan we op de pont, super tof! Hele goede middag allemaal, we gaan op weg naar het weekend. Het is 4:10, super mooie tijd. 2 juli vandaag. Hij wint iedereen, zet op de pont, super tof. Hallo mensen. Spiegelkies. Kijk eens jongens, ik heb mijn ringen weer om, mijn horloges, super tof, yo.